Een goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb geen kindjes om me heen. Het is voor het eerst sinds weken dat dat zo is. Dus ja, mama blij. Cheers. Ik heb net even gauw boodschapjes gedaan. Kindjes zijn allemaal naar schooltje. Dan moet ik om 11:30 moet ik Sam ophalen. En om 12:00 Liam. Maar Sam kan ook tegen 11:45. Dus ik denk dat ik dat doe. Dus tegen 11:45 daar ben. Dan hoef ik niet zo lang te wachten. Dat is ook wel fijn. Dus dat. Ik had Niels nog even gewend. Want dat was 50% korting. En Niels is gek op gevulde speculaas. Etcetera, etcetera. Dus ja. Wat ga ik doen vanochtend? Ik ga sowieso. Sowieso ga ik iets doen in huis. Want ja, hè. Ik heb nog steeds geen kaboutertjes. Die hebben nog steeds geen ontslagbrief geschreven. Maar ja, ze komen maar niet opdagen. Dus deze mama, die moet dus eigenlijk ervoor zorgen dat gewoon dingen gedaan worden waar ik normaal geen tijd voor heb. En ik zat te twijfelen tussen of mijn ramen wassen, want die zien eruit. Of boven poetsen. Eén van de twee. Ik heb 2 uurtjes. Om dat te doen. Wat heb je gedaan uiteindelijk? Nou, ik heb een toet-toet-autobaan opgezet. Nog een toet-toet-autobaan opgezet. Proberen te verbinden met elkaar, maar ik geef het op, want ik kom er niet uit. Dus als Liam daar thuis komt, heeft hij 3 toet-toet-autobanen. En voor de mensen die zeggen, dan hebben we wel heel veel speelgoed hoor, lieve schatten. Ik heb al 1,5 vuilniszak aan speelgoed weggegeven. Dus ik doe gewoon een vervanging. En ja, mijn kinderen hebben veel speelgoed. Maar ik ga mijn eigen niet verantwoorden. Als mijn kinderen hier lekker mee kunnen spelen, kunnen ze ermee spelen. Ik heb 3 kinderen. Voor alle 3 heb ik wat wils. Dus klaar. Ik wil ook niet meer in een reactie trouwens horen van ze hebben veel speelgoed. Nee, ik ben blij dat ik ze veel speelgoed kan geven. En ik ben blij dat ze wat te doen hebben hier in huis. Ze zitten echt niet de hele dag achter de tablet, zoals heel veel van jullie denken. Maar dat is niet zo. Vooral Liam is altijd lekker aan het spelen. Hij probeert Sam daarbij te betrekken, et cetera. Jordi zit wel wat vaker achter de tablet. Maar die heeft dat ook nodig in verband met als hij thuis komt van school. Om te ontstressen op zijn manier. En dat laten we ook gewoon gebeuren. En dat laten we ook gewoon toe. Dat wou ik eventjes gemeld hebben. Ja. Ik ben even eten aan het koken. Niels is ondertussen thuis. Liam is lekker aan het spelen. En de hele Bambix Clan zit daar. Dus, top. Ja, nou moet papa even helpen, jongen. Papa moet even je vroes weer aanzetten. Want hij staat niet meer op het goede scherm. Hij is van alles aan het doen nou, hè? Komt omdat hij zijn vingers op beeldscherm heeft. Heeft papa gewoon de tablet afgepakt, de stomme papa. Daar zitten ze hoor samen. De ene pruilip naar de ander. Kom op bij mama, Sam. Sammy. Sammy. Sammy, kom maar bij mama. Kom maar. Kom maar bij mama. Kom maar bij mama. Kom dan. Kom dan, dan moet je wel komen. Kom dan. Hier. Hier, nog een dikke scheet zo. Kom hier. Ja. Kom hier bij mama. Kom knuffelen. Oh.
lekker knap stukje. Kom je even knuffelen met mama? Ja, kom dan. Kom dan. Kom dan. Kom hier. Kom dan. Abba. Echt waar? Abba. Ha, ha, ha. Volgens mij komt er iemand aan die jaloers is. Volgens mij komt er iemand aan die een beetje jaloers is. En het begint op met een L en het eindigt op Liam. Liam. Een hele goede morgen. Sammy is wakker. Liam is ook wakker. Zit daar aan tafel filmpje te kijken. Jordi ligt nog op bed. Die ga ik zo wakker maken. Die laten we even uitslapen. Want die was vannacht weer aan het spoken. Niels is werken. Maar ik wou eigenlijk even op in wil haken. De reden dat ik daar niet al te veel op inga in de comments. Heel veel mensen zeggen, oh, ze zijn wel heel veel ziek. Dat heeft eigenlijk een hele logische verklaring. En nee, ik schuif het niet af op corona. Maar corona is wel een van de redenen. Ik heb dit met de huisarts besproken, met de kinderarts besproken en met de KNO-arts besproken. Allemaal afzonderlijk van elkaar zeggen ze dit. Het probleem is dat in het begin, zeg maar, de hele coronaperiode niet veel mensen bij elkaar kwamen. Iedereen bleef weg. Dus ook de griepvirussen werden niet zomaar doorgegeven. Dus vaak was het zo dat de griepvirussen ergens ook gewoon stopten. Nu komt iedereen weer bij elkaar. Dus wordt het continu doorgegeven. En mijn kinderen hebben nog niet hun immuunsysteem in die zin geboost. Dat ze dat allemaal in één keer kunnen verwerken. Dus je moet het zo zien. Jordi gaat naar een school toe. Waar dingen heersen. Liam gaat naar een schooltje toe waar dingen heersen. En Sam zit ook op dat schooltje waar ook weer dingen heersen in die klas. Dus alle drie nemen ze wel iets mee. En dat is de reden waarom ze zo vaak ziek zijn. Omdat het immuunsysteem van de kinderen daar gewoon niet op gebouwd is. Ik ken heel veel kindjes om mij heen die ziek zijn, die continu ziek zijn, die eigenlijk gewoon hetzelfde probleem hebben. Dus nee, het is niet zo dat mijn kinderen alleen zo vaak ziek zijn. Ik ken meerdere kinderen die zo vaak ziek zijn. Dus nee, ik heb niet als enige dit probleem. Ik weet bijvoorbeeld van een vriendin van mij, kindje, is ook heel vaak ziek en zwak en misselijk. Net als mijn kinderen. Wat is er? Doet hij het niet? Hij doet het niet. Wacht even. Wacht even. Daar was ik weer. Meneer wil de Boomba zien. Maar dat is dus de reden waarom de kinderen zo vaak ziek zijn. Hun immuunsysteem is er niet op gebouwd. Omdat de afgelopen 2,5 jaar in principe heel erg uitgekeken is door iedereen. En dan krijg je dit. Dat is eigenlijk heel logisch. En in principe moet je het daar gewoon mee doen. En dat is wat de KNO-arts zegt. Dat is wat de kinderarts zegt. En dat is ook wat de huisarts zegt. Want ik spreek natuurlijk de KNO-arts in verband met Jordi. De kinderarts in verband met Jordi. En de huisarts in verband met die andere twee. Dus ja, ik kan hier niet veel aan veranderen. Ik kan hier niks aan doen. Ik moet het gewoon ondergaan. Dat is ook een van de redenen waarom Jordi binnenkort weer buisjes krijgt. Ze hebben ook het vermoeden dat de neusamandel van Jordi, of dat er nog iets zit, of dat die is teruggegroeid.
Want die is al wel verwijderd in het verleden. Dus nee, daar kunnen ze op dit moment eigenlijk nog niet zoveel over zeggen. Daar moeten ze een operatie voor doen. Om het te kijken. Dus dat doen ze gelijk met de oren. Dat gaat als het goed is in januari plaatsvinden. Dus ja. Het is zoals het is. Ik moet het ondergaan. Niels moet het ondergaan. Het is gewoon zo. Ik heb iets gedaan. Tada! Tada! Goed zo. Ja, dat heb ik gedaan. Ja. Waarom? Iets met privacy. Kindjes die daar tegenaan zitten. Moet ik elke keer dat raam helemaal doen. Ik was het beu. En er komt aan die kant ook een hogere. Zodat we daar iets meer licht kunnen pakken. Ja, dat. En iets minder kinderen aan onze rolgordijn. Dus dat. Het is statisch zelfklevend. Dus tot nu toe vind ik het mooi. Helemaal mooi. Dus mijn ramen ook al gewassen. Hè, voordat mensen dadelijk denken. Buitenkant moet nog van die kant. Maar ik heb het al wel gedaan. We hebben alles opgeruimd. En wat doen we nu? Snacktijd. En serie. Dus. Alles slaapt. Videoland en chill. Dat dus. Goedemorgen. We zijn lekker aan het ontbijten. Dit zijn mijn broodjes. Of ik ze op krijg, weet ik niet. Niels is ook lekker aan het eten. En Jordi ook. Ik ben even gedoucht. Jordi is nog wakker. Liamke die slaapt. Sam die slaapt. Niels die is aan het leren. En ik ben even de keuken aan het poetsen. Ik heb lasagne gemaakt. Mijn ouders zijn onderweg hierheen. En ze eten straks mee. Dus ja. Dat is wat we eten. Dat is wat we doen. Ik ruim even de keuken nog op. En ik wil ook nog eens het voorraam. Wil ik ook nog doen. Want ja, hè. Je hebt nu kleurverschil. Kenny, hè? Dus dat moet ik nog doen. Eten! Lekker! Die vind je wel lekker, ja. Kaasje, mama. Kaasje. Die moet... Ja. Dat wil ik niet. Inmiddels zijn mijn ouders alweer naar huis en liggen de kindjes op bed. Heb ik geëdit, heb ik van alles gedaan. Niels heeft even mee opgeruimd, dus dat is fijn. Wat ga ik nu doen? Ik ga nu zorgen dat er brood en de hele gebeuren is voor Jordi morgen en voor Niels morgen. Dus daar ga ik even aan beginnen. Dit is wat Jordi krijgt. Jordi krijgt 2 bruine boterhammen met roomkaas en een klein krentenbolletje. En dit gaat allemaal in stukjes. En waarom? Dat is makkelijker voor de juffen, zodat ze minder werk hebben. Dan ga ik nu even het fruit voor Jordi regelen. En als fruit krijgt hij aardbeidjes en kiwi mee. Niels die heeft 5 broodjes. Met salades die we nog over hadden. En komkommer en wat snackies. En dan pakt hij zelf nog een banaan of iets anders van fruit. En dat is wat hij meeneemt naar zijn werk. En dan bij deze gaan we deze ups en downs afsluiten. Niels is nog steeds lekker aan het leren. Ik ga nog heel eventjes een paar dingetjes klaarzetten voor morgen. En dan is het alweer tijd om bijna naar bed toe te gaan.
Bedankt en tot de volgende.